Chinese geschiedenis. Ja, ik zal het wat kort houden. Deze militaire held die gaf dit apparaat aan zijn vrouw, omdat ze anders misschien op andere gedachten kon komen in de tijd dat precies. hij op oorlogspad was. Ja. We vinden dit principe vinden we later terug in de 16e, 17e eeuw als slot in de Scandinavische landen. Daar waren de winteravonden ook zeer lang. Ja. Dus van slot werd het weer een gezelschapsspel. Ja, zij heeft het! Natasja. Ja, Natasja heeft het. Ja. Nou, het is echt een hartstikke moeilijk spelletje, want wij zijn er op kantoor gewoon met z'n allen uren mee bezig geweest en niemand heeft het gered hoor. En wat hebben jullie daar, dames? Vertel dat eens even. Jullie staan daar enthousiast te doen met een roze bandje, iets te groot voor je hoofd. Nee, het is, daar kan je een soort gymoefeningen mee doen. Nou, dat zien dan, een soort gymoefeningen. Wacht even, ik heb er hier twee, een grote en een kleine. Is dat ook voor dames zoals ik? Zal ik maar zeggen, zonder zo'n pak aan? Ja hoor. Ja? Nou, ga je gang, laat zien. De demonstratie. Dus u gaat met een soort uitgerekt hoofdbandje, doet u dit soort oefeningen. Nog zo'n Willemsbroekje eronder en dat ziet er goed uit op de vroege ochtend. En kan je er nog iets anders mee doen dan alleen maar dit en dat? Ja, de beenspieren. Ja. Dus kortom, zo'n dingetje bij de hand en je hebt alles bij de oh. Val je er ook vanaf? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat het heel gezond is. Hartelijk bedankt. Hallo Bob. Nee. Dit is Bob Duller, kapper uit Amersfoort. En dat is de meneer die de foto's maakt. En dit is Angelique, die dus zevende is geworden bij alle werelddames. Bij alle missen over de hele wereld. Waarom zit jij er nou bij? Want jij hebt toch een mooi hoofd? Nou, omdat ik ook een beetje kapper ben. Of een beetje. Ja. Hè? Ik vind het toch wel dat ik er helemaal bij hoor. Ik voel me helemaal thuis. Bob, vertel. Wat is er aan de hand? Waarom staat die televisie en waarom is die foto van mij gemaakt? Het voordeel is dat je met zo'n gezicht of andere gezichten kun je dus verschillende kapsels daarbij toepassen. Dat je met je eigen gezicht duidelijk ziet wat er staat en wat er niet staat. En dat geeft de mensen kracht. Ja. Dat ze zien wat het mag wezen. Dat het zien lang, kort. Scheiding, zonder scheiding, koepselij, zonder kleur, met kleur. Nou, dan heb je dus mijn foto gepakt. Iedereen kent mijn gezicht. Iedereen weet nu van hoe mijn haar door Peter van der Stok in elkaar zit. En nu gaan wij dat eventjes mooi anders doen. Nou, dat hebben we dus bij deze hebben we dat dus gedaan. Dus je kunt nu jezelf zien met een, noem het een de college look. Ik weet, ben geen kapper, maar... Nee, dan moet ik van die schoenen met van die gleufjes aan ook. Met een dubbeltje erin. Maar kijk, concludeer zelf. Ja, ik moet even zo kijken. Ja, het is een beetje moeilijk, ik zie het ook. Ja, zo zag ik er vroeger. Ik heb een periode gehad dat ik er wel zo uitzag, ja. Nou, dan gaan we een beetje afwisseling toepassen. Dus dit is met een heel lekker kort koppie. Ik ben net een Surinaamse zo. Nou. Ik wou dat ik kon zingen dan meteen. Nou, misschien als je erbij gaat zingen, dan... Wat kom je er anders uit te zien, hè? Ik dacht, ik wil wel meedoen, riep ik uit, maar je ziet het verschil niet, jij. Wat een zo kunnen we dus door combineren. Ja, gaat door. Je kunt met blond kun je gaan variëren, je kunt met donker gaan variëren. Nou, dit ziet er vrij redelijk uit. Ja, dat dacht ik ook wel. Doe nog eens even, want ik kan wel uren doorgaan op deze manier. Maar dat is het probleem hier ook van. Ja? Als je dus hier met de dames voor gaat zitten, dat ze echt alle foto's, en ik heb dus over de 100 foto's, ja. Dat ze alle 100 foto's dus willen zien. En dat wordt een beetje problematisch natuurlijk. Ja. Hè? Dus het is altijd een beetje zaak voor ons om een beetje voor de tijd iets uit te kussen. Maar het is dus ideaal voor iemand die dus met een papiertje aankomt en zegt, zo'n kapsel wil ik. En de kapper zegt, nee, het staat je niet. En nou kan je meteen zien of het staat of niet. Precies. Het is dus eigenlijk een uitbreiding, kun je zeggen, dus van het normale modellenboek. Ja. Dus dat je en je eigen gezicht en een nieuwe kapsel erbij ziet. Ja. Plus je kunt de verschillen goed zien van kort naar lang. Ja. Dus als iemand het haar wil laten groeien en die zegt van nou zo mee wil staan, kun je dus laten zien. Uh-huh. Maar omgekeerd dus ook precies hetzelfde, van lang naar kort. Ja. Maar ik zal eventjes ons modelletje, als u het goed vindt... Ja, natuurlijk. Gaat u rustig door. Ik wilde nog even vragen, Bob, is het de bedoeling dat iedere kapsalon in Nederland nu zo'n apparaat heeft? Want hier komt vraag naar, hè? Daar kan ik niet helemaal over beslissen. Het zal natuurlijk leuk zijn. Maar het is natuurlijk ook de kracht dat ze met herenkapsels mee kunnen komen. Dat is ook het leuke ervan. Heren ook? Heren ook, ja. Dat is juist het leuke. We hebben verschillende bekende mensen hebben we van Veronica, dus misschien om het even te laten zien. Even snel, Wil Uikinga zie ik daar, want er heeft iedereen in de kantine om zo om gelachen. Ja? Nee, want we lopen al tegen negenen, dus ik moet opschieten. Laat even nog snel Wil Uikinga zien.
Met zijn favoriete kapsel? Met zijn favoriete kapsel. Een Adam Currykop. Ja, en toch staat het er wel. Het staat hem bijzonder goed. Waar hij zelf, dat kan ik u misschien eventjes, als ik hem groot kan vinden. Ja? Zijn favoriete kapsel. Waar hij zelf heeft gezegd, daar ga ik mee naar mijn kapper. Ja, dat is deze. Dus, wie weet wat dit video gebeurt. Waar hij erg van gecharmeerd was. Ja, de volgende patsboomshow. Nou, dan kan ik hem zo lekker een klap op zijn hoofd geven zo op die meneer. Ja, ik vind het enig trouwens. Zo'n apparaat, daar kan de mensen uren mee spelen. Hebt u al bedacht? Oh, ik moet even op mijn woorden letten. Want ik ging het over 5 december hebben in mijn enthousiasme. Maar goed, als u Sinterklaas dus tegenkomt. En u ziet hem en u denkt van, kom, ik wil een agenda. Dan liggen hier een aantal agenda's. Nou ben ik vorige week in Engeland geweest. Nou, daar lag je dus helemaal suf. Want dan is dit nog niks vergeleken bij wat er in Engeland is. Daar ligt een hele tafel met voor roeiers, voor vissers, voor... En hier heb ik Jan Jans en de kinderenagenda. Een watersportagenda met een logboek. Een skiagenda. Hubbe Duikers wijnagenda. Een jazzagenda. Wat staat daar nou toch in? A7... Afzakken tot F. Nee, verhalen over Bessie Smith. Muziekagenda, klassiek. Een heel klein Marjolein Bastin agendaatje. Een budgetagenda. Een dagboekagenda met romantische dingen. Een vredesagenda. Een geld en letteren, dat is zo saai ook. Een natuuragenda van de Margriet. Hier is de grote Marjolein Bastin. Agenda van de Libelle. Daar hebben we er een van de Viva. Een literaire vrouwenagenda. Is die handig? Dat is een hele handige trouwens. Er zit één dag in. En daar verderop een kunstagenda. Dus als u hem tegenkomt tegen 5 december en u wil een agenda, dan weet u tenminste dat er keus is. En altijd natuurlijk in de agenda opschrijven het favoriete tv-programma wat je wil zien. Veronica vanavond. Vanavond kunt u opnieuw naar Veronica kijken. Om 7:10 heeft Annette weer een tik. De tik van. De tik van. En om 7:55 heeft Koos Postema weer een klasgenoot. Om 7:05 Veronica Film met een special over de nieuwe Nederlandse speelfilm Van Geluk Gesproken. Ja, wat je dan terug wil brengen, dat we net direct een soort point of view, zeg maar, of van Gerard. Je doet other defense mechanisms in the body to start to dissolve that blood clot. Samen met een bepaalde levensstijl die er dan uiteindelijk in combinatie met het gebruik van de stof toe leidt dat mensen absoluut vernieling ingaan. Af, Sarah, blijven die broodjes af. Ja, dat is af. Straks praat Tineke met dokter Zuilinga over de ziekte van Pfeiffer. Met een actrice zonder werk, maar volop bezig, Ine Veen. En een verslag van een bezoek aan Ronnie Brunswijk. Tot 10:00 is dit nog Tineke. En een hartelijk welkom ook aan de kijkers rondom Rotterdam. Want die blijken de hele ochtend van tv verstoken te zijn. De PTT had ze niet op de kabel gezet. Veronica is dus echt hartstikke plat gebeld. 9:10, welkom René Zuilinga voor het spreekuur. Het spreekuur van 5 minuten. Je gaat het hebben over een ziekte die ze ook wel de kusziekte noemen. En die ook vooral genadeloos toeslaat onder de jeugd. Hè? De ziekte van Pfeiffer. Ja, de ziekte van Pfeiffer wordt kusziekte genoemd. De kissing disease zeggen ze dan met een mooi woord. Dat wil zeggen, het wordt met kussen overgebracht. Maar niet alleen met kussen, ook met aanhoesten of wat dan ook. Ja, maar hoe kussen? Ik bedoel, zoals wij kussen, hap, hap, hap. Of echt zo, je weet wel. Nou, het kan ook met hap, hap, hap. Dat maakt op zich niks uit. Nee? Het gaat met name om het nauwe contact. Dus als iemand daar in de zaal hoest, verderop in de zaal, dan wil dat niet zeggen dat ik daar ook meteen een ziekte van Pfeiffer door krijg. Dus het gaat wel om nauw contact. Ja, want juist onder middelbare scholieren slaat dat altijd na zo'n zomer. Heb ik wel eens met mijn huisarts overlegd, want zo aan het begin van de winter dan liggen heel veel scholieren thuis. Dat is juist, scholieren, studenten, hè, met name als ze nachten doorhalen, wat minder achterslaan op hun voeding, dan zie je dat de weerstand daalt en dan krijgen ze dat inderdaad. Maar het komt ook bij ouderen en bij veel jongeren voor. Het is dus niet een exclusieve ziekte voor jongeren. Hoe kun je het tegengaan?
Op een onbewoond eiland gaan zitten, hè? Ja. Dat is één mogelijkheid. maar dat doen we niet, daar hebben we geen zin. Of altijd op afstand blijven, dat is een andere mogelijkheid. Ja. Als je de ziekte hebt, dan kan je er niet zoveel mee doen. Althans niet binnen de reguliere geneeskunde, dat is een kwestie van uitzieken. Het gaat gepaard met keelpijn, koorts vaak, zwellingen van de klieren. Het wordt ook klierkoorts genoemd. En binnen die reguliere geneeskunde, daar hebben we geen oplossing voor. Duurt het lang voordat je door hebt wat je hebt? Ik bedoel, is het zo'n ziekte waarvan je denkt kwakkelen, hoesten, ziek, vermoeid? Nou, het is op zich tamelijk snel te ontdekken. Als je wat bloed afneemt en dat bloed dat wordt opgestuurd naar het laboratorium, dan komt die uitslag binnen enkele dagen. Dat is op zich niet zo'n probleem. Maar het wat veel ernstiger is, het is geen ernstige ziekte, maar het is wel een hele kwakkelende ziekte. Want op het moment dat het laboratorium zegt van nou die patiënt die is beter, dan beginnen eigenlijk nog de problemen, want iemand die kan daarna nog 1 tot 2 jaar echt aan het sukkelen blijven. Oh ja? En als mensen dan studeren bijvoorbeeld, dan moeten ze hun studie staken of als ze werken, moeten ze hun werk staken. Dat is best wel lastig, ja. Wat doet een gewoon arts en wat doet een homeopathische arts? Nou, ik ben ook een gewone arts en als gewone arts doe ik er niks aan behalve diagnosticeren. En voor de rest is het een kwestie van uitzieken. Wat we doen met alternatieve geneeswijzen, daar kan je wel een hele hoop mee doen. Je kan namelijk die tijd bekorten waarin ze daarna eigenlijk nog zo lang ziek zijn. Hè? Dus je kan die 1-2 jaar, die kan je drastisch verminderen tot 1 maand, 2 maanden. Dus die mensen die zijn veel sneller op de been. Hoe? Door middel van homeopathie, daar heb je verschillende vormen voor. Mijn voorkeur gaat uit, zeker bij de ziekte van Pfeiffer, naar een hele moderne vorm die eigenlijk is komen overwaaien uit Frankrijk, waarbij eigenlijk een verdunning van organen in de vorm van druppels wordt gegeven. Ja, hartelijk bedankt. Want het is niet iets wat tegen kan gaan, dus we hoeven niet met het opgeheven vingertje te zeggen van let op. Nee hoor, zeker niet. Nee, zeker niet. Anders moet je op een onbewoond eiland blijven. Precies. Oké, René Zuilinga, wel bedankt. Gisteren hoorden we dat Cornelis Vreeswijk was overleden. En dat is toch wel even een schok, want het is alweer een fix aantal jaren geleden dat mijn zusje, en ik geloof dat het in 1964 was, de single al opstuurde uit Zweden, de Nozem en de Nom. Cornelis Vreeswijk heeft ook de zenderwisseling destijds begeleid, eigenlijk met de hit Veronica, Veronica. We gingen toen van 192 naar 538, en dat zeg ik eventjes tegen de ouderen. Zo'n jaren 5 geleden was ik in Zweden. En ik heb fantastische herinneringen eraan hoe ik met hem daar door de sneeuw liep. We maakten namelijk een documentaire rondom zijn laatste LP, geproduceerd door Gerrit ten Braber. Ik maakte opnames in Stockholm, waar hij echt gevierd werd als held. Hij was toen al heel ziek geweest. Enorme